De laatste zin, kun je het wel kopiëren van die andere, niet? Met betrekking tot de 30%-regeling krijgen wij vaak de vraag voorgelegd: komt deze werknemer voor de 30%-regeling in aanmerking? Het lijkt een heel voor de hand liggende vraag, maar het is wel een heel belangrijke vraag voor onderneming en werknemer. Voor de onderneming is het belangrijk om te bepalen wat de kosten van de werknemer zullen zijn als hij naar Nederland wordt gehaald. En voor de werknemer is het belangrijk om te bepalen van wat zal mijn netto zijn en wat zal mijn arbeidsvoorwaarden zijn. De volgende belangrijke vraag die ons vaak in de praktijk gesteld wordt met betrekking tot de 30%-regeling is de vraag: hoe moet ik het loon van die ingekomen werknemer bepalen? Het gaat hier niet zozeer om de berekening van netto naar bruto of van bruto naar netto, want daar hebben we heel goede computerprogramma's voor en servicebureaus die dat heel goed kunnen. Het gaat hier met name welke emolumenten moeten in het loon worden betrokken, al dan niet in het buitenland of in Nederland betaald. De laatste van de drie vragen die voor de 30%-regeling heel vaak gesteld worden is: kan deze werknemer in het buitenlands pensioenfonds blijven? Het is sterk afhankelijk van de individu en het zal dus ook per individu moeten worden bepaald. Met betrekking tot mijn eerste opmerking: komt iemand in aanmerking voor de 30%-regeling, heb ik onlangs het volgende meegemaakt. Er kwam een directeur van een trustcompagnie bij me en die vroeg mij: komt deze werknemer in aanmerking voor de 30%-regeling? Ik heb daar toen gezegd, dan wil ik eerst alle feiten en omstandigheden moeten kennen. Het bleek hier dat een werknemer al de 30%-regeling had, die bij dienstbetrekking afgebroken heeft in verband met studie en vervolgens bij de trust company in dienst wilde met de 30%-regeling. Die studie had langer geduurd dan 3 maanden. En we hebben op een gegeven moment een afweging gemaakt van: kwalificeert die werknemer nog voor het doorzetten van die 30%-regeling? En we moesten daarbij tot de slotsom komen dat die 3 maandstermijn fataal is en dat daardoor die werknemer de 30%-regeling niet kon krijgen. Met betrekking tot de vraag hoe het loon van de inkomende werknemer moet worden bepaald, kan ik het voorbeeld noemen van de salarisadministrateur die mij opbelde en tegen mij zei: Kees, ik heb het bruto loon van de werknemer in het computersysteem gezet. Het computersysteem heeft de 30%-regeling uitgerekend. Is dit hoe ik het loon moet bepalen van die werknemer? Ik heb hem daarop gezegd dat dat niet voldoende is. Hij moet gaan kijken welke emolumenten aan die werknemer in totaal in Nederland en in het buitenland betaald worden. En hij moet ook bepalen of die betreffende betalingen tot het Nederlands loon moeten worden gerekend. Vervolgens moet hij dan de vraag beantwoorden: is dit een netto component of is dit een bruto component? Als het een netto component is, moet het gebruteerd worden, rekening houden met de 30%-regeling. En als het een bruto component is, moet hij het gewoon toevoegen aan het bruto loon. Een paar voorbeelden van dit soort emolumenten zijn betalingen in het buitenland gedaan in verband met ziektekostenverzekeringen, pensioenen, ook met, in verband met kinderopvang, taalkursussen, terugkeer van de familie naar het thuisland. Al deze emolumenten moet deze meneer gaan beoordelen en te zijn de tijd tot het loon rekenen. Wanneer we de vraag voorgelegd krijgen of de ingekomen werknemer in het buitenlands pensioenfonds kan blijven, dan antwoorden wij altijd: in principe kan dat. Het is alleen sterk afhankelijk van welk pensioenfonds en in welk land of de premies die uiteindelijk voor het pensioenfonds worden betaald ook daadwerkelijk in Nederland aftrekbaar zijn. Dat moet uiteindelijk met die werknemer en die werkgever individueel worden bepaald. Voorbeeld is bijvoorbeeld van een werknemer die uit Frankrijk kwam en die in het Franse pensioenfonds wilde blijven. We hebben daarvoor zorg gedragen dat onder de voorwaarden die het ministerie heeft gesteld, de man in het Franse pensioenfonds zijn premies kon betalen en dat die premies in Nederland aftrekbaar bleven. Ik zou u graag de volgende tips willen meegeven.
creëer voor de expats een apart loonafdrachtnummer. Dat doet u door middel van een aanvraag van een L02-nummer. Op dit L02-nummer, wat een verbijzondering is van het loonafdrachtnummer met het eindigt op L01, kunt u alle expats opnemen. Daarmee houdt u de expatspopulatie zichtbaar, beheersbaar en kunt u exact zien wat er verloond wordt voor de expats en welke vergoedingen aan hen verstrekt zijn. Als tweede tip, belangrijke tip, wil ik u meegeven dat u een administratie bijhoudt waarin u alle vergoedingen die aan de expat worden betaald bijhoudt. Niet alleen de vergoedingen die in Nederland worden betaald, maar vooral ook de vergoedingen die in het buitenland aan deze werknemers worden betaald. Als u een overzicht heeft van alle vergoedingen die uiteindelijk aan de werknemer zijn verstrekt, kunt u aan het einde van het jaar bepalen of deze vergoedingen nog tot het loon moeten worden gerekend. En kunt u uiteindelijk aan het einde van het jaar het juiste loon voor deze werknemer bepalen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat bij controle door de Belastingdienst alsnog tot naheffing zal overgaan. De laatste tip betreft werknemers die naar Nederland komen als ingekomen werknemer vanuit het buitenland en waarvoor u geen 30% regeling heeft aangevraagd. Vaak wordt vergeten dat voor deze werknemers u wel degelijk de extra territoriale kosten die ze moeten maken mag vergoeden. Ook onder de werkkostenregeling is het een gerichte vrijstelling, dus kunt u het vrij vergoeden. Deze tips wilde ik u graag meegeven.